Dames en heren, welkom bij deze cursus. Vandaag gaan we het hebben over een album maken en het draaien daarvan. Een album maken is tegenwoordig heel makkelijk. Creativiteit, ambacht, een eigen sound. De grootste onzin die er is. Je kunt online voor 15 euro een of andere studionerd boeken. Hup, en die maakt voor jou de muziek. 15 euro per track. Appeltje eitje. Een boodschap in je track stoppen. Boodschappen? Dat doe je in de supermarkt. Je pakt 3 random scheldwoorden en dat verwerk je in je track. En klaar. Samenhang in een album. Een album, dat moet een verhaal hebben. Zoek zoiets. Wat een onzin. Dat slaat helemaal nergens op. Denk je dat die mensen daar naar luisteren van... Oh, dit album heeft een verhaal erin zitten. Oh, ja, hoor dat verhaal in dit album was te draaien. Fantastisch. Tuurlijk niet. We willen elkaar losgaan. Kortom, weinig inspannen, zo min mogelijk stress hebben. Dan komen we aan op DJ-aspect. Het draaien van 5 minuten lange overgangen. 5 minuten lange mixes. Wat een bullshit! Je kunt in 5 minuten 50 tracks draaien, ben je niet helemaal goed wijs? Dit is de Instagram-generatie! Godverdomme, er moet zoveel mogelijk gedraaid worden! Autosync. Goed idee? Tuurlijk niet, sukkeltje! Wat jij met je bakkers moet doen, voor het podium gaan staan met die microfoon, een beetje lopen schreeuwen, en dat is het! Je gaat toch godverdomme niet heel ten achter die draaitafel staan, zonder van je tijd! Ben ik niet duidelijk? Ben ik niet duidelijk? Ben ik niet duidelijk? Ben jij nou zo dom, of ben ik nou zo slim? Hoezo steek jij je vinger op? Als ik voor op het podium sta, hè, wie staat er dan te draaien? Wie staat er dan te draaien? Wie staat er dan te draaien? Praat eens normaal! Je kunt er normaal praten of niet? Stel je vraag eens normaal! Gek! Dan ga ik jou uitleggen! Dan ga ik jou uitleggen! Je gaat naar diezelfde studio nerd. Je geeft hem dit keer 5 euro. 5 euro? Hij maakt in Ableton een complete live act van Timebomb. En klaar! Je moet... Hoezo inspannen? Hoezo moeite doen? Dat slaat er nergens op. Hij stuurt jou dat bestand op. Jij geeft het een naampje. Jij zet het op je USB. Jij gaat naar je gig, jij drukt de USB in de CD-speler en je drukt op play. Klaar is Kees. Dat is het nieuwe DJ zijn.